mensen. Ik bedoelde het niet zo. Het is mijn schuld. Al zou het nooit gebeurd zijn als ze haar geheim verteld had. Ze is zo'n stiekemerd. Oh, nee, kom terug. Nee. Oké. Oh, sneeuw. Waarom nu net sneeuw? Ze kon toch doen aan tropische tovenarij? Dan lag de fjord vol wit zand en warm... vuur! Koud. Knoets, koopwaren, handelspost. Oeh, en sauna. Zomeruitverkoop. Halve prijs zwempakken, snorkels en de zonnebrand is van eigen makelij. Ja. Oké, heel fijn. Maar heeft u ook laarzen? Winterlaarzen? Jurken? Die vindt u op de winterafdeling. Oh, maar ik vroeg me af. Is er een andere jonge dame, de koningin misschien, ik weet niet, hier geweest? De enige gek die de deur uitgaat met sukveer is u lief. U en die door. Zomeruitverkoop. Wortels. Huh? Achter je. Oh, juist. Sorry. Oeh, een straffe kou voor jullie, joh. Waar komt zoiets toch vandaan? De Noorderberg. De Noorderberg? Dat kost je dan 40. 40? Nee, 10. Oh nee, dat is niet goed. Kijk, dit komt uit onze wintervoorraad. En vraag en aanbod zijn nu een groot probleem. Weet je het over vraag- en aanbodproblemen hebben? Ik ben ijsverkoper. Oeh, dan zit je in de verkeerde hoek met deze kou. Ik bedoel, dat is heel vervelend voor je. Toch 40? Maar met een gratis bezoekje aan Knoet Sauna? Hi, familie! Ik heb maar 10 bij me. Alsjeblieft. Oké, voor 10 krijg je dit, maar niet meer. Hé, maar vertel me nou eens. Wat was er aan de hand op die Noorderberg? Leek het misschien tovenarij? Ja, maar opgepast. Ik pak even die schurk aan. Wat zei je over mij? Oké. Help! Jezus! Nee, Sven, ik heb geen wortels voor je. Oh, maar ik heb wel een plek om te slapen. En het is gratis. Excuses voor de hardhandigheid. Ik geef je een pot lutefisk om het goed te maken. Alleen de jas en laarzen, ja?